Trainer Henk de Jong, het was een verhit avondje NAC. Ja, maar ik vind dat we geweldig gevoetbald hebben en dat we heel veel kansen gecreëerd hebben, zeker de eerste helft. Dat we 3 keer scoren, ja, dat we onszelf niet belonen. En dat is wel jammer, want we voetballen natuurlijk prachtig. Ja. Echt goed en gedurfd en ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Die eerste die lijkt wel terecht buitenspel, maar wat gebeurt er bij die tweede? Want dat is eigenlijk voor iedereen bijna wel onduidelijk. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het gaat mij om de derde. Kijk, ik vind, er is een regel gekomen, we gaan heel laat vlaggen, omdat er nieuwe situaties ontstaan. Nou, op dat moment, in eerste instantie staat Robert buiten spel. Maar we laten doorgaan en dan gaat onze andere speler, volgens mij was het de Lano Ladan, die gaat het duel aan met de keeper en nog iemand. Robert is ondertussen alweer uit buiten spel weg en die schiet die bal binnen. Dat is gewoon goal, want anders moet je stoppen met het laten vlaggen en dan moet je zeggen, ik vlag direct. Dan kunnen we daar allemaal mee ophouden. Hè? Maar dat is omdat er nieuwe situaties ontstaan. En dat is mijn mening. Maar misschien heb ik het fout. En voor de rest heb ik geen kritiek op de scheidsrechter. We moeten zelf die ballen erin schieten. Ja, je krijgt dan vervolgens wel de rode kaart. Hoe kijk jij daar zelf naar? Nou, daar kan ik niet de schorsing voor krijgen. Want ik heb niemand uitgescholden. Ik heb gewoon gezegd wat ik ervan vind. Dus daar kan ik nooit de schorsing voor krijgen. En als ik buiten het vak ben geweest, nou, dan mag niet dat je daar rood voor moet geven. Terwijl ik ook nog hartstikke lief ben. Nou, prachtig. Er gebeurt er volgens mij ook nog wat met die supporters die in die dugout naast jullie zitten. Die schreeuwen wat tegen je en je reageert op ze. Wat gebeurde daar precies? Nee, ik vind dat mensen de gekste dingen roepen. Hè? En dat zijn mensen die dan aan het veld zitten. Ze vindt het leuk. Dat heb ik gevraagd. En ik vind ook dat mensen die zich hoofdsponsor noemen bij een club, dat die de meest afschuwelijke dingen naar je roepen. Hè? Dat ik mijn broek moet laten zakken en dat soort dingen. Dan denk ik, jongens, ben je hoofdsponsor van een club of sponsor? Je zit zo hoog dat je hoofdsponsor moet zijn. Ja, dat vind ik wel heel kwalijk. Maar voor de rest, de mensen naast me waren geweldig. Ik had een klein kereltje naast me zitten, dat was top. Maar dat hoort ook even bij sport. Dat is ook humor natuurlijk. Ja. Jullie spelen dan een goede eerste helft. 2 goals. Krijg je dan uiteindelijk te weinig hier vanavond? Ja, dat is duidelijk. We hadden veel meer verdiend, hè. Je moet eigenlijk, als je gewoon reëel kijkt qua kansen en qua veldspel, dan moet je gewoon die wedstrijd winnen. Ook naar volgende week dan, Mark, lijkt mij. Want ja, het is zuur, die 1-0, maar er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen. Ja, jongen. Maar als wij zo spelen, dan gaan we er heel veel winnen. En het is wel zo, we moeten de ballen er zelf in schieten. Zo simpel is het. Ja, en dat doe je dan wel. Maar als de scheidsrechter er niet mee zit, dan komen ze nog niet op het bord, hè? Nee, maar ik ga verder niet raden over de scheidsrechter, dan ben je gek. En we hebben zelf de kansen gehad, we hebben 3 goals gemaakt. Nou, de ene was ik het niet mee eens is, maar... En we hebben nog een goal afgekeurd, wat jij zei. Ik moet hem even terugzien allemaal. Maar klaar, de scheids die doet gewoon zijn best. Klaar.